Justitieminister Kenneth Amoksi is tevreden met de resultaten die zijn geboekt rond de criminaliteitsbestrijding in samenwerking met het leger. Aan journalisten zei de bewindsman gisteren heel optimistisch te zijn over het in kaart brengen van de criminele bendes die nu actief zijn. Tevreden, omdat toch wel wat successen worden geboekt. De roadblocks, de surveillances samen, die werpen hun vruchten af. Er is recentelijk nog een bende opgerold die onder andere zich schuldig had gemaakt aan de beroving bij is het de IMS Mall. Dus die zaak moet zijn opgelost. En er zijn nog andere rovers aangehouden. De minister geeft verder aan dat hij zich echt sterk maakt voor de aanschaf van een politiehelikopter en alles dat daarbij nodig is. Hij stelt dat hij bij zijn laatste buitenlandse reis een bezoek heeft gebracht aan de belanghebbende maatschappijen die de helikopters maken. En stelt dat het een kwestie is van de beschikbaarheid van de financiële middelen om de zaak in orde te maken.